Maar blijkbaar vind ik het wel spannend om te falen met hetgene wat ik echt heel graag doe en waar ik wel vind dat ik heel goed in moet zijn. In de vorige video liet ik zien dat ik in die gekke, onzekere coronatijd met 24 weken zwangerschap mijn vaste baan heb opgezegd om te gaan doen wat ik echt heel graag wil. Weet je het wel zeker? Het is niet echt de goede tijd misschien en het is wel onzeker om nu voor jezelf te beginnen. Ik wil gewoon iets doen waarbij ik denk, yes, dit vind ik leuk. Of hier word ik enthousiast van of daar zie ik wat in. En dat had ik niet, dus vond ik dat ik een verandering moest aanbrengen. Maar ik merkte wel bij mezelf dat er daardoor soms ook een angst komt. Dat ik denk, ja, ik deel dit natuurlijk met iedereen. Er is natuurlijk ook de kans dat het niet lukt. Of dat niet in één keer lukt. Of dat ik een paar keer op mijn bek ga. Dus die angst om te falen. Dus daarom dacht ik wil een gesprek met een faalcoach. Want er bestaat dus zoiets als een faalcoach. Ik wil weten waar die angst van dat falen nou vandaan komt. Waarom zijn we zo bang om te falen? De faalcoach, die had ik zo naar uitgekeken. Jee. Ik vind het sowieso leuk dat jij de naam faalcoach hebt bedacht. Want die hebben wij helemaal niet Je noemt bedacht. jezelf faalkundige. Ja. Wat wij doen is, wij proberen zoveel mogelijk mensen binnen bedrijven op een andere manier naar falen en naar fouten maken te laten kijken. Dus niet zozeer vanuit stress en kramp en perfectionisme, maar meer vanuit wat kan je ervan leren, wat kan het je brengen. Hebben jullie mij wel eens heel erg zien falen? Zo, ik breek me de bek niet open. Maar het is ook heel lastig om over iemand anders te zeggen dat hij faalt. Want voor mij is dat wat jij doet en wat jij doet meer een leerproces. En vind ik heel leuk om te volgen. Terwijl de dingen die ik fout doe zijn falen. Dus dat is, falen is denk ik iets wat je altijd op jezelf Ja, op betrekt. jezelf betrekt. Als je op een gegeven moment weet, oké, ik weet wat ik heel graag wil. En ik wil een verandering aanbrengen of ik wil iets helemaal anders gaan doen. Dan is het natuurlijk altijd het risico dat het niet in één keer lukt. Maar hoe kun je daar nou mee omgaan? Nou, ik denk een van de dingen is om heel erg te kijken van ook als je aan iets nieuws begint, hoe hoog leg je die lat? Wat ik voor mezelf altijd probeer is om te kijken van in plaats van die lat te verhogen, hoe kan ik hem elke keer weer naar beneden halen? Wat is realistisch? Ik heb nog altijd, als ik iets nieuws probeer, ik wil het liefst in één keer gewoon goed doen en van een kwaliteit die echt uitmuntend is. En dan vergeet ik gewoon heel vaak dat ik op sommige stukken nog een beginner ben. En dan vergelijk ik mezelf ook wel eens met iemand die al bijvoorbeeld 10 jaar datgene doet wat ik graag wil doen. Dus dat is super onrealistisch. Waar denken jullie dat ik bang voor ben om te falen? Denk voor wat andere mensen ervan vinden. En dat je dingen ziet waarvan je denkt, oh, dat is echt supergoed. Ja, maar En je wil misschien daar aan moet je leveren gewoon, misschien. ja, daar moet je denk ik gewoon meer scheid aan hebben of zo. Elke keer als je merkt van, oh, ik ben mezelf aan het vergelijken, stop. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kun je dat doen? Moet je aan alle mensen die dan, waar je jezelf als mee vergelijkt, moet je die ontvolgen of moet je die vermijden? Of... Volgens mij is het allerbelangrijkste, en daar begint echt bijna alles mee, is dat je bewust bent dat je aan het vergelijken bent. Ja. En vaak merk je het wel aan jezelf dat je voelt dat je energie naar beneden gaat. Of een soort dat je denkt, nou, het wordt nooit wat dat. Hè, zodra je die gevoelens bij jezelf merkt, is het. Tenminste, dat probeer ik te doen. Echt even op de pauzeknop drukken. Van hé, wat ben ik aan het doen? Heb jij iets van een concrete oefening die je dan kunt doen, om jezelf dan comfortabel te maken, misschien met dat falen? Ja, je kan verschillende dingen doen. Maar eentje die mij vaak helpt, is eerst eens mezelf de vraag te stellen van wat is het allerergste wat er kan gebeuren. Maar ik vind er ook wel een mooie beweging in zitten om eens heel goed je angst te onderzoeken. Van waar. Wat is het nou eigenlijk waar je het meest bang voor bent als het fout gaat? He, is dat je eigen oordeel? Dat je, we hebben allemaal wel zo'n soort innerlijke criticus. Ga je heel hard jezelf de valangs geven? Of ben je vooral bang voor het oordeel van andere mensen? Dat die dan zeggen van, oh, maar dit had ik niet van jou verwacht. Je valt me tegen. Het zijn ook heel vaak maar gewoon verzinsels in onze gedachten. Maar zolang we dat geloven, ja, dan heeft het vat op wat je wel en niet doet. Ja, dus waar ben je bang voor?
is dat iets interns of is dat iets externs? Dat heb ik mezelf dus afgevraagd de afgelopen dagen. En ik ben eigenlijk helemaal niet bang om nieuwe dingen te proberen. En ik kom er nu dus achter dat ik daar niet bang voor ben, omdat ik dan nog niet gelijk vind van mezelf dat ik dat heel goed moet kunnen. Maar blijkbaar vind ik het wel spannend om te falen met hetgene wat ik echt heel graag doe. En waar ik wel vind dat ik heel goed in moet zijn. En wat uiteindelijk mijn doel is, daar ben ik wel bang voor om te falen. Daarmee leg ik de lat dan ook gelijk heel hoog en vergelijk ik mezelf dus blijkbaar met anderen die al verder zijn in dat proces. En dan dus vind dat ik nog daar niet ben en dus nog niet goed genoeg en dus dan faal. Daardoor krijg je in je hoofd toch een soort van onrealistische verwachtingen. En dat kan je soms dus gewoon verlammen om überhaupt met je doel aan de slag te gaan. Dat is toch bizar dat ons hoofd blijkbaar allerlei blokkades opzet om überhaupt te beginnen met iets wat je dus heel leuk vindt om te doen. Omdat je dus bang bent om te falen. Je leert dus eigenlijk heel veel van falen. En jij, waar ben jij bang voor? Op welk gebied vind jij het spannend om te falen? Is dat ook net zoals ik bij iets wat je heel graag wil of jouw echte grote doel? Of zijn dat juist met nieuwe dingen, met kleine nieuwe dingen? En waarom ben je daar bang voor? Dat zijn wel interessante dingen om jezelf af te vragen.